Het jaarlijks terugkerende Suriname Heritage Festival is gisteren in Frederiksdorp, de Kommerwijnen, voortgezet. In het toeristisch dorp was er een rondleiding en de aanwezigen hebben aan verschillende tours deelgenomen. Er waren ook optredens van diverse culturele groepen. Cyrano Salman, directeur van Access Travel Suriname en aandeelhouder van Plantage Hotel Frederiksdorp, zegt dat Frederiksdorp op verschillende manieren een erfgoedresort is. De oude koffie-cacao-plantage is een Surinaams historisch erfgoed, vertelt Salman. Hij geeft verder aan hoe Frederiksdorp aantrekkelijker zou worden gemaakt voor toeristen. De nieuwe groep van Frederiksdorp heeft eigenlijk Frederiksdorp gemaakt tot een resort van een internationale standaard. Waarbij we dus een uitgebreide keuken hebben. We hebben goede resortfaciliteiten, een zwembad. Een hoop excursies die gaan naar het volledige Kommerwijnengebied. Zo kan je dus 5 dagen op Frederiksdorp zitten en iedere dag een gevulde dag hebben om een deel van het gebied te verkennen. En wat we op Frederiksdorp ook doen, is samen met de omgeving proberen Noord-Kommerwijnen in de markt te zetten als een toeristische zone. En daarvoor werken we samen met iedereen die actief is in de Kommerwijnen. Rust en Werk, Margarita, Kronenburg, Marienbos, Bakkie, Allianz, Katwijk, Nieuw-Amsterdam, Marienburg. Met z'n allen hebben we onze schouders eronder gezet om de toerismepotentie van Kommerwijnen te maximaliseren. Tijdens het Heritage Festival wordt de kleurrijke geschiedenis, cultuur en natuur van Suriname op verschillende wijzen beleefd door de gemeenschap. Het doel van het Suriname Heritage Festival is het stimuleren van gemeenschapsontwikkeling op het gebied van geschiedenis, cultuur en natuur. Dit zegt voorzitter Sherida Mormon. Er worden daarom op verschillende locaties activiteiten gehouden. We hebben donderdag nog als voorloper op een evenement in Redidotti, Nana Fest. We hebben donderdag een lezing in Tori Oso, dus dat is ook in partnerschap met Tori Oso. En Nana Fest, Nana is dus Arawaks voor... of Caraïbes voor ananas. Dus allerlei gerechten van ananas worden er gemaakt. Het is eigenlijk een natuur, oftewel een agrotoerisme concept. Dat wij samen met het bestuur van Redidotti uitvoeren. We hebben, dat is op 28 april. En op 28 en 29 april, dan gaan we full force ook naar Klaaskreek, want dan heeft Klaaskreek ook het Heritage Festival, waarbij de stichting Stok daar de volledige organisatie heeft. En zij zullen vooral marron eten, marron cultuur, verschillende dansbattles en muziekbattles zullen ze tentoonstellen. Rida Mormon, voorzitter van het Suriname Heritage Festival. Ze sprak gisteren bij de voortzetting van het festival te Frederiksdorp in het district Kommerwijnen.